Het vakantiejobprogramma van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is een succes geworden. Dit bevestigde minister Stephen McAndrew vanmorgen tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Volgens de bewindsman heeft het ministerie alleen maar goede feedback gekregen van de organisaties die de jongeren hebben opgevangen binnen het programma. Jongeren waren geplaatst, hebben we goede feedback gehad, dat ze zich hebben ingezet, gemotiveerd waren en toch wel zich van hun beste zijde hebben laten zien. Ze waren op verschillende plekken terecht, bij de politie, velen waren terecht bij sociale instellingen. En anderen waren ook te werk gesteld op ministeries. Dus de aard van de werkzaamheden ging volledig af van waar ze geplaatst waren. Wel, we hebben niet gezorgd voor voeding en drank. Daarvoor moesten ze zelf zorgen. We gaan evalueren als dat iets wat in de toekomst moet gebeuren. Dan zullen we het zeker meenemen naar de planning voor 2025. De jongeren hebben een vergoeding van 2600 SRD ontvangen voor de werkzaamheden die ze hebben verricht. Het programma is op 2 september van start gegaan. Wel, het grote doel is geweest om jongeren voor te bereiden op hun intrede op de arbeidsmarkt. Om ze ook wel voor te bereiden op zaken die kunnen gebeuren op de arbeidsmarkt. We hebben ze voorgelegd ook over zaken als normen en waarden. Die ze acht moeten nemen, hoe ze moeten omgaan met problemen als ze die tegenkomen. Dus ze hebben toch wel wat zaken gehad tijdens die inductiesessies die bruikbaar zijn voor de rest van hun leven, zou ik zeggen. Jongeren van verschillende districten zijn door het ministerie in de gelegenheid gesteld vakantiewerk te doen gedurende 10 dagen. Voordat ze aan hun werk begonnen, is hen tijdens 2-daagse sessies werkethiek bijgebracht, waarbij waarden, normen en gedragingen worden aangeleerd die verwacht worden in een professionele werkomgeving.